Oké, we zijn terug. Ik heb ondertussen een paar van die caviarbitjes geplakt. Hebben jullie een beetje koffie gedronken of een sigaretje geroken? Maar ik rook niet. Ik heb nog een bloemetje afgewerkt. Gaat wel een mooie set worden, hè? Nee. Mijn vingers zijn niet zo mooi. We gaan nu verder met een babyboom. Iedereen wil babyboom doen. Dat ga ik doen op deze nagel. Deze nagel heb ik verlengd met schabloon met fufu pink. Dus deze nagel is gedaan met fufu pink. Het is echt een heel dunne verlenging. Als jullie zien, het is... Kijk, het is echt heel fijn. Ik had er nog, een beetje fijner vijlen. Dus de nagel is gedaan met schabloon en met fufu pink. Waarom heb ik de fufu pink gebruikt? Want de fufu pink is een vrij dekkende cover. Gel. En zo zie ik dit randje hier. Dus de natuurlijke smile line zie ik bijna niet. Ja. Dus daarom heb ik de nagel met fufu pink verlengd. Maar als jullie zien, ik heb geen bolling of niks. Het is echt heel plat. Maar de bowling gaan we straks doen. Dus zo. En ik ga direct beginnen met de babyboom. Welke producten ga ik gebruiken? Ik ga werken met de white. Dat is de premium gel white van Ugly Duckling. En met de natural. Dit is een meer een milky. White. Ja, daarna ga ik nog een beetje alles. Zijn er mensen die nog vragen over de bloemen? Ik ga straks een samenvatting doen van alles wat wij vandaag gedaan hebben, oké? Maar we gaan even verder met de babyboom. Dus ik ga deze twee gels gebruiken. Ik kan ze wel mengen, want de natural vind ik nog een beetje licht en de white vind ik te wit. Maar hopelijk binnenkort gaan we deze nieuwe witte gel hebben. Dus dan gaan we nooit meer moeten mengen. Nou ja, nu ga ik wel mengen. Dus hier heb ik terug mijn paletje. En ik ga een heel klein beetje natural doen. Als jullie zien is een milky white gel. Jullie kunnen daar zien. Maar ik ga nog een heel klein beetje wit doen, want ik wil dat mijn gel nog witter wordt. Dus het is ongeveer 50% white en 50% natural milky white. Wat ik doe, want ik heb een leeg potje en ik heb allebei de gels gemengd. Dus heb ik een witte gel voor mijn babyboom. Ja. Dat zo is een beetje witter. Als jullie zeggen, oké, ik wil dat dat witter wordt, dan kan je nog een heel klein beetje meer white doen. En dat ga ik ook doen. Het is te zien hoe donker dat je babyboom wilt. Dus ik ga ze hier mengen. Oké, ik denk dat dat goed is. Zo, dus. Nu komt het eerste trucje om gemakkelijker de ombre te kunnen inblenden. Oké? Dus. Hier heb ik mijn gelpenseel. Dit is een ovaal penseel. Alle producten dat ik nu gebruik zijn van Ugly Duckling.
En ik ga een dun laagje van de natural op mijn nagel doen. Dus ik heb plusjes. Jee. Plusjes en glitters. Dus. Zo. Een heel dun laagje. En ik ga streken. Als jullie dit doen, gaan jullie super makkelijk kunnen faden. Dus jullie gaan eigenlijk bijna geen overhang zien. Dus de nagel is helemaal nat nu. Ik ga niet in de lamp. Dus de nagel blijft zo. En nu neem ik de gel dat ik hier voorbereid had. En ik ga het witte deel van mijn babyboom doen. Dus ik neem een heel klein beetje product met mijn ovaal penseel. En ik ga ongeveer hier beginnen. Heel dun. Heel dun. De gel heeft pigment genoeg. Dus het moet absoluut niet dik zijn. En zo ga ik het topje van mijn nagel wit doen. Ik heb een paar plusjes hier en daar, maar ik ga nu ze niet verwijderen, anders gaan we superveel tijd verliezen. Pas op hier, de hoekjes ook goed. Dus ongeveer zo. En daarna kom ik met de detailer terug. Een heel fijn penseeltje. En we gaan het wit naar boven uitveden. Dus met het penseel helemaal plat. Dus als je zo kijkt, gaat zo werken. Heel plat. En ik ga beetje per beetje het wit naar boven brengen. Omdat mijn nagel nat is, gaan de gels gewoon mengen. En jullie gaan echt geen overhang zien. Dus ik ga eerst naar boven, zo. En daarna ga ik diagonaal. Ik kan nog diagonaal naar de andere kant. Hoop dat jullie dat goed zien. Mijn scherm kan ik amper zien, want het is superveel licht hier. Zien jullie? Dat is al heel mooi. Jammer voor van die pleusjes, maar ja, ik ga ze echt niet wegdoen. En je kan eventueel ook de hand omdraaien. Ik ga mijn gordijntjes dicht moeten doen, want ik heb superveel zon op mijn tafel. Ja, wat een heel klein momentje. Anders gaan allemaal mijn producten uitharden. Ah, nu kan ik beter zien. Zien jullie? Dus de overhand zien wij echt niet. Kijk, zo mooi. Oh. Ik denk dat wij in de lamp kunnen. Ik heb voor de dames die te laat zijn, ik heb de natural en de white gemengd om een wittere gel te hebben. Ik ga nu in de lamp, denk ik. Dus ik ga nu 60 secondjes in de lamp. En daarna ga ik met de Fufu Pink werken. Voor de dames die liever een rozer babyboom willen, kunnen jullie met de pink
werken dan. Maar ik ga met de Fufu Pink werken. Nou, zie die kleur super graag. Ik moet even wachten, een minuutje. In verband met de bloemen daarnet. Na de sugar doe ik geen topcoat. Anders ga je alles dekken en je hebt die 3D-effect niet meer. De sugar blijft sowieso heel goed. Dus geen topcoat nodig. Pamela met gel polish. Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik denk dat je dat beter misschien met rubber base kan doen. Maar met gel polish, ja, je kan het wel proberen en zien wat er gebeurt. Oké. Hier ben ik klaar en ben klaar voor de volgende stap. Dus wat doen wij nu met de Fufu Pink? Ik ga hier een heel klein beetje gel doen. Echt heel weinig. Ik ga hierboven een klein beetje streken. Ik heb graag dat mijn randjes echt heel goed gedaan zijn. Want ik wil echt niet falen. Zeker niet bij een babyboom. Als je begint met falen, dan kan je misschien het wit wegdoen. Dus ik heb een heel klein, streeklaagje gedaan en ik ga een heel klein beetje meer fufu doen, maar ik ga echt niet opbouwen hier. Ik ga gewoon een heel klein beetje doen, want ik ga opbouwen met mijn kleer. Oké. Ik ga een mini bowling doen, echt heel weinig. Ga tot hier ongeveer. En verder ga ik nog een keer met de detailer pincel werken. De detailer 2, sorry. Dus zo. We gaan een beetje faden naar beneden. Oké. Het is al heel mooi. En dat is hier heel goed uitveden, maar ik wil niet dat mijn Fufu Pink op het wit komt. Hè. Ik wil dat het wit echt wit blijft. Ik heb pluisjes hier en daar, maar ik ga echt niet erachter kijken. I don't care. Ik ga eventjes omdraaien en ik ga in de lamp. Een minuutje in de lamp. Ik wilde nog iets extra doen, dus ik ga de babyboom met een beetje glitters doen. Dus ik heb dit nooit gedaan, nooit gedaan. Dus ik ga proberen hier. Dus ik heb hier mijn paletje. En ik ga een beetje van de base top van Ugly Duckling doen. De base top is niks anders dan een topcoat met plaklaag. Kan ook als base gebruikt worden, maar dat doet bijna niemand. Dus ik doe een beetje base top hier. En ik ga terug met de Alina's Fairy Dust werken. Dat zijn die super mooie glitters. En ik ga een beetje glitters hier in de topcoat doen. Dus ik ga de glitters met de topcoat mengen. Jullie kunnen misschien een andere pensiel gebruiken of de painter.
ik ga met een ombrepenseel werken. Ik ga een beetje van de glitters nemen. En ik ga glitters hierboven doen. En ik ga ze een beetje uitveden. Ik ga niet op het wit ga ik niet komen met de glitters, oké? Okay? Dus ik wil dat mijn nagel hierboven glitters heeft. Ik denk dat dat heel mooi gaat worden. Maar het is mijn eerste keer, dus als dat niet perfect komt, sorry. En nu kom ik terug met die Taylor 2. Ik ga de glitters een beetje uitveden. Zo. Uitveden. Dat dat heel mooi gaat worden. Een klein beetje meer naar beneden, maar niet op het wit. Ik wil niet op het wit komen. En ik ga even in de lamp. Ja, Shari, dat is de fairy dust van mij. Patricia, ah ja, inderdaad, 50-50. En daarna ga ik echt opbouwen, maar dan met de clear. Zo gaan jullie de glitter zo in. Allez, jullie krijgen zo een diepte-effect. Eigenlijk. Ja, heel mooi. Dus voor de glitters, voor de fading met glitters heb ik de base top, de fairy dust, dus de glitters, mijn glitters. En ik heb het ombre penseel gebruikt. Ja. Een minuutje laten uitharden. Daarna gaan wij met de clear opbouwen. Oké, hier heb ik de clear. Ik werk heel graag uit de fles. Het is heel hygiënisch. Je hebt nooit geen stof of je gel komt nooit in contact met het licht. Ja, ik ben echt verliefd op de fles. Dus, dit is de clear. Het is een self-leveling gel die uithaart in 1 minuut. Dus ik ga nu een heel klein beetje. Oh, kijk, kijk die glitters daar, hè? Ja. Ja, dat gaat echt mooi worden. Wacht, hè. Dus een heel klein beetje gel op de nagel. En ik ga streken, dus over heel de nagel. Het was echt een goed idee om zoiets te proberen. Dus ik streek. En nu ga ik opbouwen. Is nog iemand die naar de glitters vraagt? Ik heb de Alina's Fairy Dust glitters gebruikt. Deze glitters heeft Janetta Wouters van Urban Nail voor mij speciaal gemaakt. Ik ben echt blij met de glitters. Dus ik ga nu hier opbouwen. Hè. Maak een onze bowling. Kijk, de glitters, ze komen echt mooi. Wacht, oh, dit moet ik echt goed kijken. Kijk hem maar. Hey. Ik hou van glitters. Naar beneden met opbouwen. Ik ga mijn hand even omdraaien. Ja, je kan ook met acrygel doen, Diane. Marianne, wat vraag je precies, Marianne? De glitters heb ik met base top gemengd. Ik weet niet of dat je vraag was of niet. Ja, hier kan een beetje mijn gel.
Ik had een klein putje daar. Probeer zo goed mogelijk te leggen, want ik wil echt minimaal velen. Ik wil echt niet zoveel velen. Ingwe, alle producten dat ik gebruik kan je krijgen via www.nailartist.be. En de producten van Ugly Duckling kunnen jullie ook bij Patricia Funk kopen. Zij is onze Nederlandse distributeur en dat is via nailtrend.nl. Ja. Voilà, ik denk dat dat goed is, hè? Ja, ziet er heel mooi uit. Nog een keer omdraaien en dan ga ik in de lamp. Vero, de andere nagels. Ik ga gewoon wit doen. Ja, ik ga in de lamp. Ik ga gewoon wit doen, misschien met sugar. Dat is een nagel met sugar. Anders, ja. Kan je nog een witte French doen? Misschien op de pink of gewoon met sugar doen. Gewoon puur sugar. Wat zegt Esmee? Ah, Esmee, momenteel zijn we gesloten. Er mag niemand in de winkel. Maar je kan wel online bestellen en komen ophalen. Ja. Jullie kunnen overal in Europa kunnen jullie bij ons bestellen. Normaal gezien bestel je vandaag, morgen heb je je bestelling thuis. Allee, niet vandaag, vandaag is zondag. En voor Nederlands ook. In verband met de verzendkosten, het is vanaf €50 is gratis verzenden. Oh, kijk maar. Dat is een mooie babyboom. Ik heb nog niet geveild. En als jullie zien is de nagel al heel mooi. Deze gels van Ugly Duckling hydrateren heel goed. En lopen echt niet uit. Dus ik heb echt op mijn gemak gewerkt. Hebben jullie gezien. En het is echt niet uitgelopen. Ik vind echt mooi deze techniek. Met de glitters hierboven. Ah, ik wil echt zo een setje maken. Dus hier heb ik de bloemetjes, een babyboom, een getekende French. En deze nagel kunnen jullie nog misschien met sugar doen. Ik ga nu ja, toch even cleansen. En nog een heel klein beetje veilen. Dit is onze cleanser. Deze cleanser kan je ook gebruiken voor je, als je met de velvetin werkt. Ik ga de vorm nog een keer retoucheren. En de rest is voor de buffer, want Alina gaat niet velen. Dit is de coarse buffer van Ugly Duckling. En dan ga ik mijn topcoat doen. Oei. Proefpakketjes van acryl. Ik denk dat we dat niet hebben. Maar kijk, de acrylpoeder is echt absoluut niet duur. Dus de potjes van 30 gram kosten, ik denk, 14 of zoiets. 14,95 denk ik. Ik moet echt gaan kijken.
Ik ga de topcoat doen. Ik ga met de no-wipe werken. De no-wipe topcoat van Ugly Duckling. Als jullie kleine foutjes hebben, dan... Ja, met deze topcoat gaat alles weg. Dat is kleine onevenheden. Dus de topcoat leg ik niet zo dun. Kijk, zo mooi. Altijd van hierboven naar beneden in een keer. Jullie kunnen ook eventueel de hand omdraaien. Nee, Pamela, ik heb geen gel geplaatst op acrygel. Ik heb 100% met gel gewerkt. Ik heb geen acrygel gebruikt. Ik ga nu eventjes in de lamp. Ik heb enkel met gel gewerkt. Ik ga nu direct een samenvatting doen van alles wat we vandaag gedaan hebben. We zijn nu al nog een 30 minuten bezig, dus we hebben twee video's van 30 minuten en ik hoop dat ze echt online blijven. Verder is om 1 uur had Patricia live, ook hier via mijn Facebook pagina. Zij gaat met acrygel werken. Patricia, ja, misschien kan je hier aan de meisjes vertellen wat je gaat doen, want ik weet niet precies wat je gaat doen. Nu ga ik een beetje olie doen. Dit is de supermooie olie van Ugly Duckling, maar helaas is nog niet... dat hebben wij nog niet hier. Ik heb maar eentje voor mezelf. Zo. Ik ga een beetje olie doen. Ah ja, ik heb nog een trucje voor jullie in verband met de olie. Dus ik ga olie doen. Ik ga redelijk veel doen. Ik ga mijn nagel masseren. En jullie gaan zien dat de topcoat een beetje dof wordt. Maar daarna, als dat gebeurt... Ja, kijk, dat is zo mooi. Kom je met de cleanser van Ugly Duckling. Een keer over. Dus met deze cleanser. Je gaat nog een keer over. En de nagel blinkt perfect terug. Kijk, zo mooi. Ja, dus dit was de babyboom. Oké, even samenvatten. Voor de babyboom heb ik mijn nagel verlengd met schabloon met fufu pink. Ik heb mijn schabloon verwijderd en ik heb de nagel in vorm geveild. Heel dun. Daarna heb ik de white. De white en de natural gemengd. Ongeveer 50-50. Om een wittere gel te krijgen. Dat kunnen jullie doen in zo'n leeg potje. En zo hebben jullie gel voor de babyboom. Daarna heb ik een streeklaagje met de natural gelegd. Over heel de nagel. De nagel is niet in de lamp geweest. Dus op de natte nagel heb ik de vrije bord gedaan met mijn mengeling van de twee gels. En ik heb uitgeveed met de detailer 2. Daarna heb ik ben ik in de lamp geweest voor 1 minuut. En dan heb ik de fufu pink nog een keer gebruikt. En ik heb een heel klein beetje opgebouwd. Dat is een echt heel dun opgebouwd. Tot ongeveer hier. En ik heb nog een keer uitgeveed met de detailer 2. Ik ben in de lamp geweest. Ik heb de Alina's Fairy Dust met de base top gemengd. Voor die glitter effect. En ik heb het met de ombre penseel gedaan. Hierboven en een beetje uitgeveed en in de lamp.
En de nagel heb ik opgebouwd met de clear gel van Ugly Duckling. Met deze. Daarna heb ik een beetje geveld, gebuft. En ik heb een laagje van de No Wipe gedaan. Een beetje olie. En nog een keer over met de cleanser. Zodat de nagel terug... Oh, kijk maar. Die glitters in de zon zijn echt mooi. Kijk maar. Oh, ben verliefd. Deze techniek met de glitters had ik nog nooit gedaan. Het is de eerste keer dat ik dat doe. Het is redelijk makkelijk. Dus dat was in verband met de babyboom. In verband met de bloemetjes. De nagel was ook gedaan met de fufupinken. Ik heb een laagje van een matte topcoat gelegd. Altijd de matte topcoat van Ugly Duckling. Ik heb gecleansed. En de bloemen heb ik getekend met de white art gel. En met de detailer twee pincel. Als de bloemen nat waren, heb ik ze bestrooid met de Alina Fairy Dust. En daarna een minuutje in de lamp laten uitharden. De restjes van de glitters verwijderd en de steentjes geplakt met de sticker. En de kleine caviarbietjes heb ik met de jam gel geplakt. Oké? Dus ik denk dat alles heel duidelijk is. Ik wil aan jullie nog een keer dankjewel zeggen om ja, hier te kijken. Het was echt leuk om hier met jullie te zijn. Ik zie jullie nog rond 1 uur met Patricia met haar acrygel. En veel succes met het oefenen. En ja, blijf gewoon thuis en verzorg je. En ja, we hopen dat deze moeilijke situatie snel voorbij is en we kunnen terug naar onze ja, gewone normale leven. Ja, ik heb niks meer om te zeggen. Gewoon bye bye, bye bye, bye bye en veel succes. Bye bye.